Het aanvaarden van de sleutel betekent het aanvaarden van de regels van de loft. Waarom zouden wij hier een loft willen huren, Matt? Ik denk dat jij wel weet wat ik bedoel. Onze eigen loft. De film gaat over de vriendschap tussen vijf mannen die een loft delen. Om daar allerlei praktijken uit te voeren die ze in een gewoon gezapig gezinsleven niet uit kunnen voeren. In het geheim waar ze zin in hebben, wanneer ze er zin in hebben en met wie ze zin hebben. En die loft is aangeboden door Matthias, gespeeld door Barry. En ik ben daar een beetje de voortrekker in mijn rol, Matthias, een architect. Die stelt voor om een loft te kopen met z'n allen. Die vijf sleutels van gemaakt en die geeft hij aan al zijn vrienden, zodat ze daar tijd kunnen stelen, zoals hij het zo mooi zegt. Maar wat hij eigenlijk bedoelt is dat, dat ze daar vreemd kunnen gaan. En op een gegeven moment ligt er een lijk in de loft. Paniek. En dan gaat het vooral over vertrouwen en verraad. Je denkt mensen te kennen, maar het blijkt niet zo te zijn. Ja, dan komt alles op losse schroeven te staan en dan moet je maar kijken. Wat vriendschap betekent. Vriendschap, wat is het? En wat is het waard op het moment dat de shit hits the fan? En wat gaat er dan gebeuren? Ja, dan moet je uitzoeken wie dat gedaan heeft. Dus het is een soort moderne whodunit. Maar dan verpakt in een echt een psychologische thriller. Oh, de vrouwen zitten alweer eerst in de make-up. Wie past het best bij me? Ik vond het wel moeilijk kiezen, maar ik heb uiteindelijk Kim gekozen. Ja, ik bof hoor. Ik realiseer me dat iedere dag weer. Uitverkoren. Ja. Heb jij daar een bandbol af te maken? Jongens, over 2 uur is voetbal, kom. Voetbal. Ik moet zeggen, dat was wel heel relaxed van Loft dat ze dat toelieten. Dat ze elke keer zeiden, nou goed, als Nederland speelt, hebben we gewoon een pauze van 2 uur. Wanneer het ook is, midden op de dag, einde van de dag, maakt niet uit. Ja, het was hysterisch. Ik vond het eigenlijk wel een van de leukere WK-wedstrijden die ik heb meegemaakt. Ja, het was wel heel leuk om met collega's te kijken, moet ik zeggen. Je kent dan ook, na zo'n avond zie je iedereen even zijn ware aard naar boven drijven. Ach, Gijs Naber. Het was ook weer voetbal. Ja, ik hou niet zo van voetbal eigenlijk. Wat zei je precies? Ik neem een tatoeage van het gezicht van Robben op mijn rug. Als we? Als Nederland wereldkampioen. Als hij nog een keer zo'n bal erin komt. Ik ben er. Nou, ik had wel een soort adrenalinepomp die aan was gegaan. Die niet meer stopte die nacht. Het is de bruiloft van Tom. Tom die heeft zichzelf omhoog getrouwd. Tom is een beetje een losgeslagen broertje van Bart, gespeeld door Fetja. En op dat feest deel ik de sleutels uit en trek ik iedereen mee in het vieze spel van de loft. Belangrijk moment. Want als zij die sleutel aanvaarden, dan aanvaarden zij ook uiteindelijk dat ze allemaal in hetzelfde schuitje zitten. Ze weten nu nog niet in wat voor schuitje, maar dat gaat fout aflopen. Dat is mijn cadeau. Ben je serieus? Er zijn maar 5 exemplaren. Goed bewaren, hè? Het aanvaarden van de sleutel betekent het aanvaarden van de regels van de loft. Het is zo leuk dat je daar staat te spelen. Dat je dan al die... In je ooghoeken ben je heel stoere man aan het spelen. En dan zie je in die ooghoeken al die vrouwen naar die monitor kijken.
Oh, in deze film is het misschien meer edelfiguratie dan... Ja, we zijn wel jaloers als wij die mannen dan met z'n vijf heel leuk scènes zien spelen. En wij zitten daar al 3 uur een beetje... Maar wij zijn nu heel druk met schrijven voor het script. Hoe gaan we nu verder met de vrouwen? Ja. Dat is wel leuk. Dus we hebben nu wel de tijd om echt flink mooie dialoog te schrijven. Daar stappen in te maken. Ja, we zijn stappen maken. Ja. Nou, vind ik niet. Nee, ik vind dat die vrouwen die zijn heel belangrijk in het verhaal. Ja, het zijn sterke vrouwen ook in het verhaal. Dus dat is wel heel belangrijk. En dat heeft Antoinette ook echt afgedwongen. Want daar begon ze ook gelijk mee. Die gasten moeten een goed huwelijk hebben. Die hebben het oké thuis. En die hebben vrouwen die tegenkracht geven. Dat je ook denkt, waarom ga je vreemd? Waarom doe je dat? Je hebt hartstikke leuke vrouwen. Ja, waardoor die druk groter wordt van die mannen om zich uit deze situatie te redden. Dus ze spelen absoluut wel een belangrijke factor. Oké, let's do it. Sta je op de lijst? Wat is je naam? Nee, je staat er een paar keer op. Kom maar binnen. Catering. Waar is de catering? Je kunt je er helemaal niet op voorbereiden, überhaupt op nachtshots niet, op nachtshoots. Dus ik was boven een zwembad, het was daar echt 35, 40 graden of zo. Het ging nergens over. We hadden allemaal colbertjes aan en jasjes en dingetjes, bloed heet. Dus ik had ook geen idee wat ik moest verwachten, totdat we daar binnenkwamen. Toen dacht ik, wij gaan hier de hele avond in die bar zitten. Oh mijn god. Waarom? Kijk dit dan. Coming through. Zo heet het hier. Hier, kijk. Zweet op de chocola. Iemand had een heel puik idee om dat in een sauna op te nemen. Terwijl het een soort hittegolf going on is in Nederland, überhaupt. En dan is het heel moeilijk om de concentratie te houden, omdat je bent moe, het is bloedheet. En je moet een scène spelen die grappig is. Even concentreren en actie. Oké, goed. Sorry. Nee, maar nu hebben we serieus. Het is gewoon een baan, hè? Gewoon hard werken. Ik wil zeggen, er wordt wel heel veel gelachen op de set. Dat komt voornamelijk door Jeroen. Er is een soort geluidsband op de set als hij er is. En die stopt niet. Die is de hele tijd grap aan het maken. Ja, dat is toch een beetje de pias van de set, hoor. Inderdaad, ja, ga door. En Jeroen is ongelooflijk getalenteerd. Want hij kan en komisch, dramatisch, spannend, agressief. Ik weet eigenlijk niet wat hij niet kan. Die making of gaan we dan allemaal alleen maar heel erg stond te geiten. Terwijl het heel hard werken is. Ja, natuurlijk. Ja. En actie. Komt er mag ik daar niet zeggen? Onder te staan hoe laat het dan nu is. Dat je... ja. Kijk maar, het is, dit klopt niet. Dus het heeft geen zin. 3 uur 's nachts. Wij staan nog steeds op de set van Lost. Loft. Het belooft een hele serieuze avond te worden. Er moeten nog heel veel serieuze scènes gedraaid worden. We zijn om een uur of 11 begonnen. Het is nu 5:30. Dus we gaan lekker op schema. En actie gaat! Wat ben je wat bezig? Een jongetje van 3 zit in het bad. En hij wijst naar zijn teelballen. En hij vraagt aan zijn mama: mam, zijn dit nu mijn hersenen? Waarop die moeder zegt: nu nog niet, jongen! Nu nog niet! Nee, ik kan me niet even voorstellen aan je vriend nu. Nee. Hey, stop!
Hij heeft een tikkeltje minder doen. Ja? Ja. Eigenlijk is het zo dat op teelballen gaat hij kijken. Teelballen? En dan kan jij eigenlijk 21, 22 na teelballen ook kijken. Teelballen? Zij gaat maar op teelballen. Oh, op teelballen? Nee, ik zei hij gaat op teelballen. Oh, maar... En dan ga jij daarna. Oh, ik dacht jij zei ga ook gewoon op teelballen. Nee, dus teelballen 21, 22. Dit is een waanzinnige zin. Dries zit in het bad, hij wijst naar zijn teelballen en dan vraagt aan zijn moeder, mama, zijn die verhersenen? En stop. En stop. Prachtig. Ik zeg, we hebben het. Okay, heel mooi, dankjewel. Oké, jongens. Prachtig. Heel goed, hartelijk bedankt iedereen. Dankjewel. Applaus voor jullie.